In deze video ga ik met een aantal vrienden van mij naar een verlaten stad om daar de nacht door te brengen. Maar het blijkt toch enger dan we hadden verwacht. Onderzoek en uitvoering. Site betreden op eigen risico. Hé, daar brandt wel echt licht op. Er zijn hier mensen gestopt met de auto en ze staan hier stil. Kom, ga hier achter. Oh god, Stefan, ik vind het eng. Doe die lamp uit, Vergeet niet alvast te abonneren en klik ook even op dat duimpje omhoog, want anders dan komt Tajula s'nachts je kamer in met een knuppel. Terwijl die quarterback is. Dat wil je niet. Dat is eng. En laat ook even weten welke challenge ik volgende week moet doen. Yo, daar zijn we dan. Ik heb eigenlijk niks voorbereid ook, maar ik ben met Didi. En het is me gelukt om hem hier mee te krijgen. Hij is het toch wel. Helaas wel. Soort van. En wat is de bedoeling van vandaag? Hoe gaan we vandaag kijken hoe we gaan sterken? We gaan overnachten. Ja, de bedoeling is we gaan naar deze verlaten stad Doel. Iedereen kent Doel inmiddels al. Nee, iedereen is... nee, ik ken Doel niet. Ik ken het ook niet. Ik ken het niet. Nu. Nou, dan zal ik je het nu even uitleggen in dit filmpje. Meer dan 1300 mensen woonden hier vroeger. Dit stadje Doel is inmiddels al een aantal jaar helemaal verlaten. Op 5 inwoners na. Door de plannen van de gemeente om de haven uit te breiden en wellicht de stad Doel op te heffen, zijn een heleboel mensen hun voor geweest en zijn ze alvast verhuisd. Ook een heleboel hebben geprobeerd de plannen tegen te gaan, maar tevergeefs. Sommigen zijn niet alleen zelf verhuisd, maar hebben ook hun overleden dierbaren meegenomen, in de angst dat hun graven ook zouden worden weggehaald. Inmiddels wonen er nog maar 5 mensen en loert de enorme kerncentrale mee op de achtergrond. We gaan dus overnachten, tenminste dat is de bedoeling, dus iedereen heeft ook... allemaal spullen mee. Ja. We hebben een tent. We hebben lampen, kleding, even kleedjes en zo. Wat heb jij? Kijk, je moet jezelf altijd kunnen verdedigen. Dus, we hebben dit meegenomen. Een knuppel is van vroeger. Ik zat vroeger op honkbal. Wie gelooft dat? Deze knuppel is kapot. Wat heb je hiermee gedaan? Er zat wat bloed op hier zo. Je hebt hier mensen mee gekild, of niet? Nee. Ik zat op honkbal. Welke positie speelde je? Quarterback. Maar in ieder geval, ik ben best wel bang, zeg je eerlijk. Ja. Maar nu we hier zo staan, ben ik ook wel een beetje bang eigenlijk. Didi, ben je er ook klaar voor? Nee, helemaal niet. Ik vind het heel eng. Didi is erbij, want we moeten altijd een meisje erbij hebben. Dan zien we er minder verdacht uit. Ja, ja. Maar je bent wel echt black en dit. Ja. En ik heb dit aan. We zien er echt heel verdacht uit. Jij ziet er echt uit als een crimineel met je capuchon zo. Ja, jij ziet er echt uit als een crimineel. Oké, we gaan eerst even naar de stad toe lopen, overdag kijken hoe het eruit ziet, ik van wat. En dan zometeen gaan we het eten en dan komen we terug en dan gaan we ergens ons kamp opzetten. Hier geldt een samenscholingsverbod en blijkbaar mag je dus niet hier met meer dan 3 mensen bij elkaar komen. Kijk eens met hoeveel wij zijn. 1, 2, 3. Dit is een droom. Het is geen zwevende camera, man. Er staat iemand daar vast. Dus. Ja. Eén iemand, als er ja, dan gaat er één iemand weg. Eén iemand boeken. Jij gaat weg. Maar ik kan hier in mijn eentje weggaan, ik ben een meisje. Nee, ik ben cameraman, ik moet alles vastleggen. Ja, en jij ik bent... ben Stefan. Ja, precies. Dus jij moet gaan. Ik weet toch niet welke kant op? Ik weet... oh, waspak, is goed. We moeten lopen, we moeten ver lopen. Het zou geen verlaten plek video zijn met Tajula zonder dat Tajula eventjes zou plassen. Ik ben altijd zenuwachtig, daarom. Maar ik zeg je eerlijk, ik mag hem niet zo, man. Hij ziet te veel dingen. Hij zegt, daar woont iemand. Hij zegt, hey, hier kan je naar binnen. Voor wat? Ja, ga eens even kijken. Ja, ze willen even binnen gaan. Ga eens even kijken. Kan je echt naar binnen? Oh mijn god, je kan hier echt naar binnen. Ja, oh mijn god. Zie je, daar zit hem op tas. Hey, Jasse. Oh mijn god. Ik schrik van mezelf. Jongens, ik vind het echt eng. En die Zweri houdt van... die hier gewoon pit. Golden power. Oh my god. Kijk. Oh ja. Die extra grote nog, hè? Oh. Hey, maar hoe luguber ziet het eruit met die kerncentrale daar op de achtergrond? Het is echt net Chernobyl Diaries shit, weet je wel, Pripyat. Oh, je moet het verhaal nog vertellen. Het verhaal gaat dat omdat dit een van de weinige verlaten steden is in de hele wereld, er niet alleen mensen zoals wij kwamen om even een kijkje te nemen, maar dat er ook heel veel mensen hier zijn gekomen om geesten op te roepen en andere duistere tafereelen te beoefenen. Ik ben christelijk, alsjeblieft. Je moet een beetje stoppen, alsjeblieft. Alsjeblieft. Ik hou niet van dit soort dingen. Nee, wacht. Ik moet hem even afmaken.
En men zegt dat door dit zoveel is gebeurd hier, dat er geesten uit hun graven zijn gekomen bij het kerkhof dat ligt in Doel en in de huizen zijn gaan wonen waar nu niemand meer is. Waarom zeggen dat zo lachen? Dit is zo much nonsense. Mensen horen staan, ze zijn allemaal gewoon in die huis. Echt geweldig. Oh my God. Let's go, we gaan ook in die huis. Kon je dat niet eerder zeggen? Waarom nee, moet ik anders ging je niet mee. Oh my God. Ik heb serieus een paar mensen mijn live locatie gestuurd voor als ik niet terugkom, begrijp je? Ik heb ook zoek mijn vrienden aangezet. Deze weg. Nee, ik vind het echt niet leuk. Ik wil naar huis. Helemaal verlaten. Oh, kijk, dat is een gesticht. Dat is het gesticht. Ja. Welk gesticht? Zie je dat grote gebouw daar? Ja. Dat is een gesticht. Daar zaten vroeger mensen die niet helemaal goed waren. Zaten daar. Hoor je dat? Zieke mensen in hun hoofd waren daar, hè? En ze zijn opgestaan toch, uit de graf. En hier gaan wonen met z'n allen. Het is die kerk. Verlaten, waarom gaat hij dan af? Die kerk doet het gewoon. Hoe kan dat? Hij is toch verlaten? Het is wel 7 uur. Maar betekent dat er iemand nog die kerk beheert? Ja toch, moet toch? Of is dat automatisch? Staat daar iemand op een knip, broer. Ik krijg kippen van Lassahabi, man, broer. Broer, ik krijg kippen van Lassahabi, man. Wat is dat? Zie je dat? Die een standbeeld. Ja, dat, broer, niet die standbeeld, bij die poort. Staat er naar iemand of trip ik? Oh nee, dat is een bordje volgens mij. Deze straat, dit is wel echt een vette locatie, man, eerlijk. Wat? Toch? Ik vind het heel vet. Laten we even in die kerk lopen, hè. Ja, ze zeggen dus dat daar naast... Is het niet naast die kerk? Naast die kerk is het begraafplaats, ja. Uit die begraafplaats zijn die geesten opgestaan. Zullen we gaan kijken daar? Oh. Waarom, broer? Vertel me eens. Kom terug even kijken. Laat me niet achter een keer, ga niet zo ver afstand lopen over. Even kijken zo, als we het nu zien, hoeven we vanavond niet meer te zien. Ja. Oh, goeie, laten we alles verkennen. Ja. Nee, laten we echt goede plek vinden om zeg maar te dagas. Als ze in het slapen? Ja. Kijk, dat hele dak is ingezakt. Oh mijn god, kijk hier gozer. Het is helemaal kapot. Kijk hoe dit is ingestort. Hé, maar even serieus, voor de mensen die Walking Dead hebben gekeken. Dit is precies Walking Dead. Ik dacht Dead altijd van. Dat ik Walking Dead fan was, maar nu ik hier ben, denk ik, nee, laat maar zitten. Ja. Ik heb kippenvel, maar ik weet niet door de kou of... Geesten. Een geest zit op je rug. Nee. Sorry, ik maak een grapje. Nee, niet zo joke. niet zo joke. Walala. Die kraaien, what the fuck? Ja, ik vis echt in mijn broek. Ik vind het nu echt al niet meer leuk. Hoor die kraaien. Luister. Kom eens hier. Dat is slecht nieuws, hè, zwarte kraaien. Wat doen die kraaien? Het is echt een film. Ja, nee. Hier. Samenscholing verboden. Samenscholing als je meer met 3 mensen bent. 4 mensen. Boete van €350 per persoon, hè? Hé, ik krijg een paniekaanval, denk ik. Broer, luister. Ik ga niet daar. Weet je waarom niet? Mijn familie ligt daar niet. Dus leg mij uit, wat moet ik daar doen? Huh? Kijk hem daar staan. Laat me niet achter. Werk je dat? Nee, I'm out. Ja, dat zijn die lijken. Wow, het stinkt hier echt heel erg, ja. Oh my god, nee, dat zijn echt die lijken. Je grafstenen zijn wel mooi bewaard. Ja. Ja. Geen middel heel veel. Ben je oké? Okay? Huh? Ben je oké? Okay? Nee. Hey, je denkt misschien voor de video dat we die kraaien geluidseffecten eronder hebben gezet, dat is echt niet waar. Nee. Ze vliegen gewoon hierboven, je hoort. En ze gaan hem, hè? Ze gaan echt hem. Ze gaan hem, en ze gaan eten. Oh god, hier kan het glas. Waar komt dat vandaan? Huh? We zitten hier helemaal geen raam. Dat is wel een beetje gek. Dat is wel apart. Al dit glas, maar geen raam. Dit zou wel een goede plek zijn eigenlijk. Voor wat? Chickies. Zeg maar, je moet eerst alles goed verkennen. Echt heel goed. En als je weet dat het is safe, kan je gewoon chickies meenemen. En dan? Ja, maar boom. Hou op. Hoe niet? Ik dacht dat je bedoelde een goede plek om te slapen vanavond.
Gaan we dat nog steeds doen? Ja, daarvoor zijn we hier. Zoals we al eerder in de video zeiden, staat er dus midden in het stadje een oud gekkenhuis. En daar gaan we nu een kijkje nemen. Wat am I going to do? Oh mijn god. Gaan jullie anders eerst mee even kijken? Willen jullie niet mee? Ik weet het niet, het is wel heel eng. Oké, ik ga wel mee. Oh mijn god, de wind begint ook harder te waaien. Maar het feit dat dit ook zeg maar een verlaten gesticht mag is fucking eng. Of nu een verlaten gesticht is, waar gekke mensen rondliepen. Je hoort overal geluid. Ja. Het is half. Kerk hoor. We kunnen erin. Nee. Onderzoek en uitvoering. Site de trainer op eigen risico. Jongens, dit is geen goed plan. Ah, dit is dichtgemaakt man. Wat jammer. Oh mijn god, kijk die spin. Oh. Holy shit. Ik zie niet best, jongens. Ga weer terug, ga weer terug. Nou, hier is niks binnen. Nee, alles is dicht. Jammer. We kunnen hier wel in. Hé, hey, je moet wel oppassen man, kijk dat dak. Het is helemaal ingestort daar. Hè? We kunnen daar nog wel wat doorlopen, daar aan het hoek, zie je, bij de boekenkast. Kijk, kom dan. Zie je een soort van trap, hier is een soort van trapgat. Gast, je schijnt hier? Kijk, er zijn die mensen omheen, overheen gegaan. Hoor je dat? Hoor je dat? Ja, what the fuck, hoor. De view is daarbinnen echt iets groots. Hier binnen, hè? Ja, echt iets groots. Het maakt nog fucking veel geluid. Waarschijnlijk stort het dak gewoon half in. Het begint ook echt donker te worden nu, hè? Ja. Oh, ik dacht wie de fuck schijnt er met die lamp. Hé, hey, ik schrok voor jou, man. En? Wat heb je hier gedaan? Was je bang hier? Bro, ik heb gewoon tegen mijn mens gesproken en zo, broer. Ja. En ik ging een beetje bidden. Denk maar, ik maak grap. Weet je hoe eng? Bro, je moet beseffen, kijk waar ik sta. Ik kan ergens in een hoek veilig staan of zo. Nu ga ik hier iets pak me hier. Nu ga ik daar. Er is ineens een hoek waar ik zeg maar gewoon kan flexen. Weet je? Was eng, bro. Nee. Je was 5 minuten weg, hè, bro. Doe dat nooit meer. Heb gehoord. Dat ken niet. Net als South Park, dat ken niet. En het begint al serieus donker te worden, dus was het... Ja, laten we zomaar terug gaan naar de auto. En dan naar huis gewoon? Nee. Even wat eten en dan moeten we hier erin. Ik wil hier echt niet slapen, man. Ik ook niet. Ja, ik eigenlijk ook niet, maar... Waarvoor zijn we anders hier? 24 overnachten hebben we... Hey, wie ben ik? We gaan 24 uur... Hé, hey, maar kijk, hier al staan. Oh. Overnachten in verlaten stad. 24 overnachten... Broer, jij bent gek! Wow, dit is helemaal vol. Eeuw. Wie heeft hier überhaupt de tijd voor om dit allemaal hier neer te zetten? Dus ik denk, nou, laat ik eens even naar het doel gaan. Ik ga deze hele muur onderkwallen. Laten we nu teruggaan naar de auto. Ja. Toch? Ja. En dan eventjes chillen, gewoon even bijkomen. Dankjewel. Ik heb het echt nodig. En dan gaan we weer terug. Oké. Gaat het? Een beetje man, ik ben eindelijk opgelucht, je weet toch, eventjes normale beschaving. We gaan eventjes snel wat eten. Dit is iets verder rijden dan we dachten, dus het is nu ook al best wel laat. Maar we gaan daarna zo meteen terug en dan gaan we de tent ergens neerzetten op een grasveld of zo, want het is echt een tent. Ik wilde eigenlijk zo'n uitvouwtent, maar die hadden ze niet meer. Dus het is gewoon een tent met stokken, dus die moeten we eerst opzetten. Of je kan buiten slapen. Ik heb afgeleverd dat Tatojula gaan kamperen en daar heb ik wel lang gedaan om de tent op te zetten. Maar ik kan het wel hoor. Oh shit, Tatojula kan dit. Of we gebruiken gewoon Google en YouTube. Ja, we kunnen niet. Besef die mensen, deze mensen, er zijn nog 5 mensen. Die wonen hier. Dat hem ook bij nacht en rond wandelt met hond. Ja, ze zeggen hij wandelt s'nachts rond met... Dankjewel. Hij wandelt s'nachts rond met zijn hond. Ik zag hem net. Ze zagen toch een man met een hond? Nee, maar ik zag hem net toen jullie zeg maar weg waren. Oh ja. Oh, die man. Ja, en heb nog een koude grote dagu ook. Ik dacht eerst, hij was in zijn eentje. Oh. Toen zag ik zijn hele hond naast hem. Zijn hele hond. Toen begon ik weer een beetje in paniek te raken. Maar we zeggen, hij loopt s'nachts, dus daar ook gewoon rond. Dat zegt deze vrouw. Hè. Dat is kapot eng. Nee, maar ik zeg jullie eerlijk ook. Hé, toch? Jee, toch? Hé. Kom op.
Wat? Ja, gewoon man. Oké, jongens. We zijn er. Ik vind het echt naar. Laten we maar een slaapplek gaan zoeken. Kijk wat voor een lamp we hebben nog. Dit is echt zo'n lamp in die films, toch? Dat is wel echt fel. Hallo, hallo. Hallo. Didi, dit is jouw lamp. Thanks. Ik voel me wel veilig met deze lamp. Kijk hoe laat is het. Mijn moeder moet ik om 11 uur thuis zijn. Dus Zeg gewoon. Nee. Stop. What the fuck, ouwe? Oh, ik schrok zo erg, ouwe. Holy shit. Zie je dat op camera? Ja. Het leek net dat er twee mensen stonden, toch? God, ja. Oh, ja, hallo, ik zie hier toch ook gewoon twee mensen, denk ik, dat staat. Veilig. Ik word bijna een knuppel pakken. Doe mij nou na. Ik word bijna een knuppel pakken. Hé, daar brandt wel echt licht, toch? Nee, ik weer spiegeling. Nee, maar ik wil niet dat... Ik wil niet dat we stilstaan, weet je wel. Is je weer spiegeling? Ja. Man. Wow, het lijkt echt alsof er licht brandt, toch? Ja. Fuck. Dat zou eng zijn, man. Hey, moeten we nog de bus pakken vanaf hier of... Oh ja, trouwens, voor de mensen die denken van, hé, liepen jullie net toch niet? We lopen nu vanaf een andere route. We dachten dat dit minder ver was. Steven, je kijkt ook in alle enge hoekjes. Ja, daar zitten misschien mensen. Daar moet je checken of er niemand zit. Oké, dus jij wil liever dat hij op je rug sneakt, stiekem? Je moet toch checken juist? Kijk hoe ver we al hebben gelopen. Ja, broer. Echt. Zullen we terug? I don't like this. Waarom heb ik hierin meegestemd? Vraag ik mij nu af voor de derde keer. Ja, echt. Voor de derde keer. Jongens, ik vind het nu echt ver genoeg hoor. Ja, ik ook man. Hier. Ja, blijft echt stil staan inderdaad. Ja. Oké, kom, we zetten die tent op. Tata Jula, ik heb je nodig. Waarom hier, man? Huh? Wat? Waarom hier, kill? Hier zijn we al geweest, weet je hoe het is? Ja, broer, maar het is nu donker, ik zie geen shit. Ik vind die donkere gaten wel heel eng. Ik ook, wallahillah. Jij begrijpt me. Ja. Maar je kan nog niet op straat. Huh? Je kan nog niet op straat. Ik ben van de straat, broer. Ik kan op straat. Niet te veel geluid maken. Ja, vast. Oké. Dat wil je, zei rustig aan, ik kan een tent opzetten. Ja bro, maar ik kan niet zo. Bro, het is te eng broer, ik zeg je eerlijk, ik kan niet. Ik zie te veel gaten waar mensen naar mij kunnen kijken of wat dan ook naar mij kunnen kijken. Echt hè? En ik wil gewoon elke keer niet naar kijken, ken je dat? Ja man. Want zeg maar, als je zo erg op focust, ga je dingen zien. Ja, dan ga je zelf dingen verbeelden. Hé broer, ook niet zo de kleding vanuit maken. Ik was gelijk. Jongens, kijk hoeveel jongens daar lopen. Er lopen daar fucking veel mensen. Oh my god, nee, vind ik heel eng. Er lopen echt fucking veel mensen daar. Oh mijn god, inderdaad. Maar het zijn jongeren, toch niet? Ja, maar ik weet niet wat ze doen. Ja, misschien zijn dat wel die mensen uit die camper. Ja, maar kijk even hoe... Hoe werkt deze fucking tent dan? Jongen, maar er lopen daar allemaal mensen. Ik ben wel blij dat we niet opvallen ofzo. Dat we niet opvallen? We vallen fucking erg op. Maar die jongens vallen meer op hoor. Die hebben zelf ons niet gezien. Maar wij hebben allemaal lampen en shit. En een camera. En een fucking lekker wijf. Grapje. Nou, zo knap vind ik Stefan ook, weet niet. Oh mijn god, de Sade. De Sade. Komt dus een auto aan. Oké, wacht. Oh jongens, hij komt echt hierheen. Laat de tent hier liggen. Nee, maar dat is fucking eng. Nee, en de spullen. Ik vind het heel eng, jongens. Ik vind het niet leuk. Bro, er komt toch een waggie, of niet? Kom, ga hierachter. Oh mijn god, Stefan, ik vind het eng. Stefan. Kom achter, jongens. Doe die lamp uit. Hier. Stel, hij gaat hier stoppen. Hij kwam hierheen toch, of niet? Ja. Wat de fuck doet hij hier iemand, ouwe? Ik wil het echt niet doen. Jongens, dit is zo'n slecht idee. Nee, ik begrijp. Ik begrijp het helemaal. Ik vind het ook een slecht idee. Voor de derde keer. Dit is echt een fucking dom idee. En vervolgens kwam dezelfde auto weer terugrijden. En verstopten we ons weer. Weet je zeker? Steve. Stop, zet dit lampje.
Nee, ik hoor hem, ik hoor hem. Ik wil hem, ik wil hem horen gas geven dat hij door. Ik hoor hem. Ze keken wel hierheen of niet? Ja. Ik vind het echt niet. Ze reden wel echt langzaam. Ja, oké. Jongens, dit is toch niet veilig? We kunnen hier toch niet slapen? Nee, serieus, dat kan echt niet. Als we nu al de hele tijd moeten wegrennen, wat als we in de tent zitten? Is hij gestopt? Nee, jongens. Nee. De situatie is dus, er zijn hier mensen gestopt met de auto en ze staan hier stil. Dus we gaan gewoon naar ze toe, fuck it. Wat gaan ze zeggen dan? Toch? Ja, gewoon langs. Wat gaan ze zeggen? We gaan gewoon even langslopen, even kijken. Laten we gaan gewoon even kijken. Maar Julian, jij moet voorop, bedoel ik. Ja, hij moet voorop. Oh. Jij bent jij komt van de straat. Ja, ik weet ook niet. Voor mij zijn gewoon politie bij. Ja, kijk, ze kijken naar ons. Ja, dat is wel vaag van doen. Ik heb nog nooit... Ze waren aan het lachen. Zag je die oude vrouw? Is dat echt... Ik heb nog nooit in mijn leven zo'n oud vrouwtje gezien. Zo'n enge oud vrouwtje, zag je? Bro, zag je misschien oud... staan ze gewoon. Ze lachten kapot uit de horrorfilm, god. Bro, no cap. No cap. En die andere vrouw erachterin, die keek me zo aan. Wat is in die buggy? Bro, ik zeg tegen je, deze plek is secte. Ik ga naar huis, kijk maar wat je doet. Gozer, ik ook man, ik ga ook. Bah. Dit is klaar. Ik ga nooit meer met jou mee. Oh mijn god, ik ga ook niet meer met mij mee. Dit ging echt te ver, hè. Dit ging... Bro, kun je ook niet meer vragen. Het is echt genoeg geweest zo. Dat zeg ik iedere keer. Nee, maar dit keer echt. Bro, mijn hart klopt op plekken waar het niet hoort te kloppen. Dit ging echt te ver, hè. Dit was echt te eng. Toch? Waarom zijn er twee oude vrouwtjes, echt oud, op een... Oh, what the fuck? Oh mijn god. Ik hoorde iets. Ik hoorde iets naast me in die bosjes. Ik hoorde iets naast me in die bosjes. Die chick keek me weer aan. Kapot eng. Hé, maar ik zweer, ik hoorde iets in die bosjes naast me. Naast mijn oor. Toen verloor ik deze. En toen moest ik weer terug. Dus toen had ik dood kunnen zijn als een horrorfilm was. Het begint ook nog te regenen. Kijk, die bunkers die we deden was gewoon grappig, weet je. Ja, maar dit was niet grappig. Dit is echt eng. Broer. Ik zweer, het is echt bespookt hier. Vraag me niet meer voor zulke dingen. Het is hier ook gewoon... Ik voel hier gewoon helemaal geen orakel. Oké. Okay. Ja? Wat vonden we ervan? Bro, laten we hier eens wegrijden eigenlijk. Laat die man... Zagen jullie twee heksen op het eind? Dat was zo eng. Er waren twee vrouwen in die auto. Ik heb allebei oogcontact gemaakt. Ze keken kapot eng. Ja, man. Ik ga dat echt nooit meer doen. Oh mijn god, zit koude grote mug hier binnen. Oh, god, ik schrik me dood, Stefan. Broer, je bent een schaamte. Ik dacht gelijk, die bitch staat hier naast ons. En dan was het echt zoiets geweest van, ik zei nog. Het was zo weg. Oké, we gaan. Fuck dit. Uiteindelijk hebben we ook dit avontuur weer overleefd. Al met al is het uiteindelijk best een triest verhaal dat zo'n stad opeens helemaal leeg staat en helemaal verloren gaat. Maar het biedt mensen wel de unieke kans om te kijken wat er gebeurt als de natuur een stad weer terugclaimt. Wij gaan in ieder geval niet meer terug, maar laat in de comments weten welke challenge ik volgende week moet doen. En doe even een duimpje omhoog, want anders komt Julian nog steeds met die honkbalknuppel je kamer in 's nachts en dat wil je niet. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!